Amerika gaat weer stemmen. Dan hoor ik je denken, wacht eens even, Trump is toch nog maar net verkozen. Dat klopt, maar dat waren presidentsverkiezingen en nu gaat het om parlementsverkiezingen. Want die zijn namelijk om de 2 jaar. Dus de verkiezingen waar jij aan denkt, dat is 2016. En de volgende presidentsverkiezingen zijn 4 jaar later, 2020. Maar dit jaar wordt het hele Huis van Afgevaardigden verkozen. Dat is zeg maar Amerika's Tweede Kamer. En ook een deel van de Senaat. De verkiezingen zijn op 6 november en ze heten de midtermverkiezingen omdat ze in het midden vallen van de termijn van de president. De kans is groot dat de Democraten fors gaan winnen en het onderwerp van de verkiezingen is Donald Trump. En dat weet hij zelf ook. I'm not on the ticket, but I am on the ticket because this is also a referendum about me. And the disgusting gridlock that they'll put this country through. De Republikeinen hebben op dit moment en het Witte Huis in handen. En een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en een vrij krappe meerderheid in de Senaat. En dat betekent dat ze de afgelopen jaren konden doen wat ze wilden. Ze hadden geen democraten nodig om hun wetten door te voeren. Dus de milieuregels werden afgezwakt, de belasting werd verlaagd, conservatieve rechters werden benoemd. En de democraten zeggen dat gaat het Amerikaanse volk te ver. Dat is allemaal te rechts. They did these tax breaks for the wealthiest people. Yeah. They wanted to repeal healthcare for 30 million Americans. They wanted to undo all our environmental laws. They want to cut back on Roe v. Wade. They want to cut back on any reasonable restrictions on guns. That's not what the American people bargained for. Bij die midterms zie je vaker dat de kiezer de kant kiest van de oppositie. President Obama en president Clinton maakten dat ook mee. 2 jaar nadat zij verkozen waren, won de tegenpartij. Het is een manier voor de kiezer om aan de rem te trekken. But to continue our incredible momentum, you have to get your friends, get your family, get your neighbors, get your co-workers, get out and vote Republican. Het is nog maar de vraag hoe betrouwbaar voorspellingen zijn, hè? Zeker naar de resultaten in 2016. Maar goed, de voorspellingen zeggen dat democraten de meerderheid zullen krijgen in het Huis van Afgevaardigden, die Tweede Kamer. En dan is de vraag, wat gaan ze doen? Nou, ze zullen allerlei linkse wetten aannemen, maar die zal Trump weigeren te ondertekenen, waardoor ze ook niet van kracht worden, dus dat heeft niet heel veel zin. Ze zullen allerlei onderzoeken gaan instellen naar president Trump, naar geld dat hij krijgt bijvoorbeeld voor zijn hotels uit het buitenland. En ze kunnen hem zelfs eventueel impeachen, proberen om hem uit zijn ambt te zetten. Al hebben ze gezegd dat ze daarmee zullen wachten tot we weten wat het Openbaar Ministerie concludeert over de banden tussen de Trump-campagne en de Russen. Iedereen hier is enorm bezig met de verkiezingen. Linkse kiezers willen Trump afstraffen. Zij gruwen van hem en van zijn beleid. Maar in eigen partij is Trump heel populair en de Republikeinen zullen dan ook massaal komen opdagen. Het wordt dus erg spannend.